Bij de promotiedagen Noord-Nederland zijn ook de ondernemers van het Hogeland en Eemsdelta present. Voor werkzoekenden een uitgelezen kans om kennis te maken met de vele mogelijkheden naar een nieuwe baan. Al met al een prachtige, fijne omgeving om te leven, om op te groeien, om je boterham te verdienen en om hier te sporten en te verblijven. Deze promotiedagen die bieden vandaag en morgen opnieuw gelegenheid om ook die kansen en die mogelijkheden verder te ontdekken. Ik wens ons allemaal hele gezellige promotiedagen, goede ondernemingszin, doe goede zaken met elkaar en kom tot verrassende nieuwe inzichten. En daarmee is hier geopend! Ik ben al een half uur in de winkel en ik ben nog lang niet klaar. In mijn kar liggen alleen nog maar bananen. Ik moet nog langs de bloemkool, de spinazie en de kropjes sla. Maar het schiet gewoon niet op, omdat er anderhalve meter voor mij iemand treuzelt bij de vla. La 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 la. Iemand treuzelt bij de vla. La la la. Meneer Dijkhuis. Kunt u wat vertellen over de meerwaarde van deze promotiedagen? Nou, wij vinden het heel belangrijk dat ondernemers elkaar goed kennen. Dat we in het brede verband van de provincie gewoon laten zien wat voor kracht wij eigenlijk in onze gemeente hebben. Dus het is zien en gezien worden, maar ook vooral elkaar leren kennen, samen dingen bedenken, netwerken, contacten onderhouden. Dat vinden we heel belangrijk. En wat mooi is, elk jaar wordt het hier drukker op het plein. Dus mensen zien de waarde er ook echt van in. Ja, dat blijkt dan wel, hè? Inderdaad. Kriebel in mijn keel en vrees dat ik nu hoesten ga. Door die flinke hoestpartij springt iedereen opzij. Waardoor ik door kan lopen tot aan de kassa. Door kan lopen tot aan de kassa. Dit is fantastisch mooi om te zien, dat ambachtswerk. Dit is echt ambachtswerk, hè? Ja. Hier leer je een vak. Nou, dat spreekt me enorm aan. We hebben heel veel mensen voor die dat kunnen. Maar die ook opgeleid moeten worden, dus hartstikke mooi met iets. Ja, spreekt mij ook wel. Ja, mooi hè? De kracht van Zoutkamp is eigenlijk zijn, de haven, de visserij, de ligging aan vier vaarwaters. Nou, nu staan we op de beurs. Wat vindt u van de sfeer op deze beurs? Het is gezellig, ja. Veel ondernemers. Dus het is ook wel leuk om iedereen te spreken en te zien. Ik dacht dat de sfeer niet verkeerd was. Nee, en het eten is goed, dus ja, we moeten nog meer, hè? Nu valt het mij op dat de naam is de kanerij. Ja. En toen schoot ons meteen het werkwoord kanen in gedachten. En kanen, dat is stevig doorbijten, toch? Stevig eten, maar ja, met die hapjes, dan ben je er zo doorheen, lijkt mij. Ja, dat klopt. Kunt u wat zeggen over de werkgelegenheid op het Hogeland? Ja, nou ja, net als overal hebben we eigenlijk meer mensen nodig dan dat er zijn. Ja. En dat is hartstikke interessant. Je wil graag dat opleidingen goed aansluiten bij het bedrijfsleven. Dat is voor ons ook wel een uitdaging. Daar moet je bedrijven, onderwijsinstellingen ook bij elkaar voor brengen. Nou, dat helpt ook weer dat je elkaar goed kent. Dus werkgelegenheid is volgens mij heel goed. En als het goed gaat met de Eemshaven en ook met Lauwersoog en de ontwikkeling rond Bedum, dan mogen we heel trots zijn op de werkgelegenheid. Gaat de goede kant op met Lauwersoog en de Eemshaven? Nou ja, je weet het nooit. Plannen maken duurt altijd een paar jaar. Maar naar mijn idee gaat dat heel goed. Ja, welkom allemaal bij de vierde sessie. Nu op het plein, op het industrieplein, samen met Groningen Simpel Gasunie. Met alle partijen die hier in de pik staan. Wat zijn jullie op dit moment aan het doen? Wij zijn nou een auto aan het beletteren. Auto aan het beletteren? Yes. Aha, kijk aan. Beletteren voor reclame? Dit is een raceauto. Je komt een livery van het bedrijf komt hierop. En dan gaat hij het circuit op. Ja, welkom allemaal en wat ontzettend leuk om zo ontzettend veel mensen hier op dit plein te zien. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht, maar dat zegt dan wel dat waterstof en de toekomst van energie natuurlijk echt een interessant thema is en dat dat hier in het noorden enorm speelt. Nou, op het moment dat, dat de beurs aan de gang is, produceren cateraars, standhouders, maar ook het publiek produceert afval. En er wordt ook heel veel afval geproduceerd tijdens de opbouw en de afbouw van de beurs. Nou, dan gaan we samen kijken, in eerste instantie met de organisatie, maar later ook met andere deelnemers, hoe we dat tot een minimum kunnen beperken. We zetten bijvoorbeeld camera's erop of een scanner of een geluidscamera. En daarmee doen we eigenlijk inspecties op plekken die we eigenlijk zelf niet willen betreden. Ik denk als je kijkt naar al deze ondernemers, maar ook naar onze eigen organisatie, de gemeente,
We zijn misschien wel de grootste werkgever van het Hoge Land. Maar wij hebben heel veel vacatures. En niet alleen maar beleidsmedewerkers, maar ook mensen voor in het groen, voor bij de bodems, secretaresses. Op alle fronten hebben we het echt wel moeilijk om goede mensen te krijgen. Dus als er vandaag mensen zijn die op zoek zijn naar een baan, dan kom ik daar heel graag mee in contact. Of in ieder geval mijn collega's die zitten klaar om daar een goed gesprek mee te voeren. Zijn er al mensen hier aanwezig die op zoek zijn naar een baan? Wat is die misschien een gemeentebaan zou zoeken? Dit is Paul van Vilsteren. Ik stel voor dat jullie met z'n tweeën de eerste speeddate aan tafel gaan vervullen. Dan is de toon maar gezet. We zijn hier op deze beurs niet zeg maar, om het werk te promoten. Dat we zeggen we moeten weer meer werk bij hebben. Maar we willen meer het ambacht van Smit willen we hier promoten. We willen zien dat we mensen geïnteresseerd zijn. Dus ze zeggen, nou, ik zit in de metaal of ik wil verder in de metaal. En ik zoek werk met een stukje uitdaging erbij. We zijn op zoek naar kandidaten die in de bouw werkzaam willen zijn. Via een opleiding, wat je ook maar wilt. We gaan van metselen, timmeren, stucadoren, schilderen. U heeft net een speeddate gehad. Wat hoopt u hier te vinden? Het zou wel heel erg leuk zijn als ik hier toch een nieuwe functie binnen zou kunnen slepen.